beste vrienden. Paramaribo groet u. Gran Brasa, straight from the heart. Wij delen met u dat er in ons land natuurlijk geweldige klagers zijn. Sommige klagen terecht, andere weer onterecht. Maar in de meeste gevallen op dit ogenblik hebben de mensen gelijk, omdat ze overvallen worden door allerlei rampen tegelijk, beste vrienden. Je zal maar in een huis wonen waarbij water de bodem is. Oké? Okay? Je zal maar bruggetjes moeten maken en op stenen moeten plaatsen, zodat je naar je huis kan. Omdat de kreek nu in je huis doorloopt, beste vrienden. Nyanode, beste vrienden, pakketten zijn een uitkomst. Het is een nood, dat is een noodgeval. In andere gevallen was het niet uit nood, maar uit onmacht dat je pakketten moest verstrekken. En ook uit het verslaven van mensen met een mentaliteit die gestoeld is op het bedelen, waarom de pakketten verstrekt moesten worden. Maar nu zijn de pakketten zeer welkom. Absoluut zijn ze welkom. En tegelijkertijd moeten de mensen sterk gemaakt worden. Want die pakketten ga niet altijd blijven, net zoals de regen niet altijd gaat blijven. Zo direct is het afgelopen. Dan is het weer, is er weer ruimte om te werken. En voor kinderen om naar school te gaan. En voor ouders om te gaan werken. Op het land of elders. Maar om te gaan werken om in hun dagelijks onderhoud te voorzien. De pakketten gaan niet altijd duren. Dus je moet voorbereid zijn om arbeid te verrichten op elk niveau. Beste vrienden, het is geen grapje wat ons overkomt. Dan hebben we die vervelende, lastige, hinderlijke ziekte. Dan komt het water. Dan is er geen geld. Dan is verschrikkelijk wat deze regering is komen aantreffen. En wat haar ook overkomt. Er is niet om gevraagd. Dus je bent al bezig in de ellende van die financiële chaos en die oogjesstal jezelf eruit te halen. Zodat we weer normaal verder kunnen gaan. En tegelijkertijd komt die ene ziekte en dan komt de regen en dan die overstromingen. Beste vrienden, het is geen kattenpis. Het is verschrikkelijk zwaar. Tegelijkertijd hoor je van alle kanten, en dat is zeer terecht, mensen die met 10 vingers wijzen naar de regering, van jullie hebben het slecht gedaan, het is bijna 1 jaar. Je hebt heel veel beloofd, je hebt niks waargemaakt. Dat is ook niet helemaal waar. Maar zo gaat het in de wandelgangen. Kijk, wanneer het slecht gaat in een land, dan moet er een slachtoffer zijn. Iemand die het heeft gedaan. En in dit geval heeft de nieuwe regering het gedaan. Hoewel het onmogelijk was om die problemen die ze zijn komen aantreffen in 1 keer op te lossen binnen een jaar, zij krijgen de schuld. En dat is eigenlijk het probleem wat gecreëerd is door president Santoki. Want bij zijn verkiezingsbelofte heeft hij zoveel beloofd waarvan ik zeg, man, beloof niet zoveel. We hebben al een president gehad die een trein en een highway en allerlei fantastische dingen had beloofd waarvan het bleek niks te kloppen. Niks was waar. Dus ga niet op die toer zitten van die oude man. Die zei toch, kom met een frisse idee en vraag de mensen om samen te werken, zodat we kunnen bouwen aan het land. Maar beloof niet. En dat is de grootste fout geweest. De andere fout die hem verweten wordt, is ook terecht, is het, ja, de corruptie in de vorm van familie en vrienden plaatsen. Dat heb ik uitgelegd. Dat is ook corruptie. Dat is niet goed. Dat
geeft geen vertrouwen. Want een van de belangrijke dingen van Gianrico Perset-Santocchi bij de verkiezingen was, hij vroeg om het vertrouwen. Maar hoe wil je vertrouwen hebben wanneer je begint om je vrouw en je kind en je neef en je nicht en alles op de plekken te zetten? Hoe wil je vertrouwen hebben wanneer je coalitiepartner precies hetzelfde doet? Heel die ambtenarij in alle plekken waar er een plek voor komt, zit met familie van het bedrijf VP, het bedrijf Bravo. Kijk, dit zijn gigantische problemen die jullie op je nek gehaald hebben. Dan niet. Dus die mensen hebben recht om te klagen. Alleen is het weer zo, vrienden. Er gaan stemmen op. Yagyang, hij moet weggaan. Chan moet weg. Hij moet stoel teruggeven. Hij moet dit, hij moet dat. Vrienden, laat me je nog één keer zeggen. Ik heb het al een paar keer gezegd. Waar moet hij gaan? En wanneer hij gaat? Je hebt de regering naar huis gestuurd. Hoe? Dat weet je nog niet. Maar wanneer hij eventueel valt, heb je alternatief? Nee, je hebt geen alternatief. Je hebt geen alternatief. Want de mensen die het alternatief zouden moeten vormen, die hebben zulke grote ego's dat ze niet in staat zijn geweest om één koffer te maken. They cannot unite. De ego is te groot. Sommige van ze lopen met een ego, een schaduw van 100 meter voor hun. Ze kunnen het niet. Want als je wilt praten over een regering vormen, dan moet je wel een eenheid kunnen vormen in ideologie. Tot nu toe zijn we bezig te wijzen naar elkaar. Dan is die een koelie, die ander is Javan, daar is die een Juka, daar is die ander. Wanneer gaat dat ophouden? Je hebt geen alternatief. En het probleem met het alternatief is, je hebt niet eens een behoorlijk kiesstelsel. Wij zijn allemaal gevangenen. En worden geterroriseerd door datgene wat ons moet leiden. Onze constitutie terroriseert ons en gijzelt ons met één kiesstelsel dat niet van deze tijd is. Kiesstelsel is dom, het is krom, het is leugenachtig, het is vervoer, het is onrechtvaardig, het is ondemocratisch, het is rotzooi. Voordat je daarvan afkomt, voordat je een partij gaat maken, voordat je gaat bundelen om echt één te zijn in mind. Beste vrienden, je praat alleen maar onzin over het feit, hij moet weg, hij moet weg, hij moet weg, regering moet bossen, maar je hebt geen alternatief, daarom is het onzin. Op het moment dat we met elkaar kunnen samenwerken, dan hebben we geen enkel probleem. En daar wringt hem nou de schoen. Omdat al die leiders van toen ervoor gezorgd hebben dat u een mindset hebt die compleet verdeeld is. En als zand in de woestijn wordt weggewaaid door een klein windje. Beste vrienden, het is jammer. En het blijft een jammere zaak. Maar toch heb ik hoop. Toch heb ik hoop. En ik wil dat met u delen in de volgende video. Paramaribo groet u. Suriname, unite. If you don't unite, we gonna lose the fight. Tot later.